30.000 lampjes, allemaal knipperend op de maat van de muziek. De kerstshow in de tuin van de familie Visser is al een paar jaar een begrip in Veldhoven. Het idee komt uit Amerika. Ja, dat is al een jaar of 8 geleden, denk ik, ondertussen. Dat ik een YouTube-filmpje ben tegengekomen. En van daar is eigenlijk het idee ontsprongen, van helemaal uit Amerika. Wat ze daar kunnen, kunnen wij hier waarschijnlijk ook. En dat is langzaam uitgegroeid tot wat je hier achter ons ziet nou. Het is voor mij vooral te doen om de techniek en dat het echt, dat het allemaal werkt en samenspeelt met elkaar. Maar daarnaast is het ook fantastisch om zoveel mensen in deze donkere dagen op straat te krijgen. En dat lukt aardig. Vorig jaar ruim 5000 mensen. Ik denk dat we dit jaar richting de 6-7 gaan. Het plein is ook nu weer volgestroomd met mensen en kinderen die de show komen bewonderen. Ja, leuke show, mooi. Ja, leuke lichtjes erbij. Die sterren vind ik ook leuk, dat die mee praten op de muziek. Ja, we komen hier elk jaar eigenlijk. Bijna elke dag, zeker. Ja, het brengt echt gezelligheid. Mensen komen op straat. En daar is Henk Visser het allemaal om te doen. Maar hij is ook super trots op de nominatie voor het mooiste kersthuis van Brabant. Alleen die eer al, dat je bij de top 5 hoort. Nu hopen we nog dat we bij de eerste 3 komen. Zo niet eerste.